Een pinguïn. Een sledehond. Een halsgolven met de ene. Daar heb je twee achter. Oh, weer. Een buffeltje. Ja, als ik die vijf en de één zou moeten terugnemen trouwens. Maar deze is ook... Anders heeft u geen buffeltje natuurlijk. Nee. Een kaartje. Dan doe ik het anders. Goedemiddag. 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 Van Welkom Diereninspectie. Afdeling Gezondheid en Hygiëne. Ik zou zeggen, kijk u gerust even rond. Al mijn dieren zijn goed gezond en ook de hygiëne laat niet zijn wensen over. Ja, ja. U denkt zeker dat ik net zoveel tijd heb als destijds Mozes op de berg. Nee, nee, zo zijn we niet getrouwd. Wij werken uitsluitend steeksproefsgewijs. Ah, dierendobbel. Dat is jaren geleden dat ik dat gespeeld heb. Staat u mij toe? Een hoge inzet verhoogt immers het spelplezier. Gaat u met mij mee, heren? Sledehond. Een loopvogel. Een eend. Als je me nou... Een eend in één woord. Nou breekt mijn klomp. Als je me nou, daar hebben we niet van terug, zeg. Het zal toch zo'n 15 jaar geleden zijn dat ik mij voor het laatst aan een spelletje dierendobbel heb gewaagd. Zo, en dan is het nu tijd voor de steekproef. Wilt u voor de steekproef de hond inspecteren? Een gezondere hond zult u nergens anders aantreffen. Dat halen u de koekoek dat u zult gaan bepalen welke dieren ik zal inspecteren voor mijn steekproef. Als de Farizeeërs in de tempel destijds op dezelfde manier zich hadden laten ringeloren, dan waren de Foeniciërs nooit over zee gekomen. Toont u mij de poes. Zoals u wil. Dan zullen we daar ook wel weer maar met de poes naar beneden gooien. Zeg. Alsjeblieft, de poes. Een prachtiger exemplaar heeft u toch nooit eerder gezien, dacht ik. U bent toch niet ernstig, hoop ik? Een prachtige poes. Het zal me aan het hart gaan als ik hem ooit nog eens een keer van de hand zal moeten doen. Die doos is leeg. Hoe kan dat nou? Vanochtend zat u er nog in. De poes. De poes. De poes. Doet u geen moeite. Ik inspecteer het etalage-exemplaar. Nee, wacht! Niet het etalage-exemplaar, ongelukkige! Daar heeft u een hele pittige poes aan. Goedemiddag. De nieuwe voetbal... Hij heeft nogal een harde, terugwerkende veerkracht. Als je hem bijvoorbeeld tegen het hoofd krijgt, heeft dat een effect dat je na één of twee keer volkomen dizzy wordt. Let op. Voel je het al? Ja, behoorlijk.